Dames en heren, welkom bij The Story of the Cats. De Cats waren een popgroep uit Volendam. Ze bestonden van 1964 tot 1985, gezijd met enkele onderbrekingen. En waren van 1968 tot 1975 een van de meest succesvolle bands van Nederland. De bezetting bestond uit Kees Veerman, Piet Veerman, Arnold Muren, Jaap Schilder en Theo Klauwer. Ze ontwikkelden een oorspronkelijk muziekgeluid dat de naam Paling Sound kreeg. Afgeleid van het verhaal dat de pluggers en manager van de Cats altijd een potje paling meenam naar de radiostations. Kees Veerman was aanvankelijk de leadzanger. Later, vanaf 1968, had Piet Veerman deze rol voor de A-kanten van de singles. Waaronder de grote hits Lia, Why, Marianne, Magical Mystery Morning, Where Have I Been Wrong, Let's Dance and There Has Been a Time. De meest verkochte single is One Way Wind. En kort na de eeuwwisseling werden er 2 tributebands opgericht en 15 jaar later nog een derde. De Tribute The Cats Band, The Cats Aglow en The Cats in the House. Van alle fanclubs was de Cats fanclub de grootste van Nederland. Dames en heren, ik wens u veel plezier met The Story of the Cats. I've seen you play a part so well.
Namens Jan en mij, tot ziens en nogmaals bedankt.